Hoe bevalt het? Eerste trainingskamp met Ajax. Goed. Los van het weer. Ja, dat is het enige nadeel, maar volgens mij zit Nederland ook niet best. Nee, prima faciliteit hier zo bij het Adidas Centrum. Ja, goede velden, goede kamers, goede ruimtes waar we kunnen werken. Dus alles is op en top georganiseerd om hier een mooi kamp van te maken. Nee, geen enkele klacht. Waar let je op deze week? Waar ligt je focus, laat ik het zo zeggen? Nou, focus ligt in het ontwikkelen van de speelwijze. Daar hebben we veel aandacht aan besteed. Met name de manier van druk zetten, hoe we dat met elkaar willen. Je kijkt ook naar de team spirit. Hè. Zo'n kamp is meestal ook een mooie aangelegenheid om een team te creëren. Nou, dat zie je ook. Je ziet natuurlijk, je hebt altijd de jonge jongens die duiken bij elkaar. De wat ouderen duiken bij elkaar. Maar je ziet wel dat het één groep is. En dat, daar is ook zo'n kamp voor bedoeld. Kun je dat eens compact omschrijven, die speelwijze van Ajax, wat je wil zien met dit elftal de komende weken? Nou ja, wat we willen zien is als we de bal niet hebben, zo hoog mogelijk druk, snel de bal veroveren met veel intensiteit bij de spelers, veel dynamiek. Daarvoor trainen we ook veel en trainen we ook hard. Dat is nodig als je op de manier druk wil zetten zoals wij dat willen gaan doen. En ik wil aan de bal vooral heel veel vrijheid geven. Heel veel proberen gebruik te maken van de creativiteit die we hebben. Zeker op de helft van de tegenstanders. Dus als we de bal niet hebben, voor iedereen een hele duidelijke taakomschrijving per positie. En als we de bal wel hebben, wel vaste patronen. Maar zeker op een meter of 30, dat ook 30 van het doel, dat ook de spelers op intuïtie dingen kunnen doen. Dus daar wil ik wel veel vrijheid in geven. Ja, is dat iets wat je dan hebt afgestemd op basis van gewoon de spelers die je tot je beschikking hebt? Van nou, met deze gasten voorin, maar zeker ook dat middenveld er kort achter, kan ik heel hoog druk zetten? Zeker. Nou ja, daar kijk je ook naar welke types heb je. Wat zijn de juiste koppeltjes bijvoorbeeld om op die manier je speelwijze te implementeren. En daar is zo'n week ook uitstekend voor. En iedereen krijgt daarin zijn minuten en de kans. En ja, op een gegeven moment gaat zo'n elftal ook vormen. En dat zal nog niet gelijk volgende week zijn. Maar dat zou ook nog wel een paar weken kunnen duren voordat je de juiste balans hebt gevonden. Dat is leuk ook, hè? Om zoiets erin te slijpen. En dat je ziet dat het elke week een stukje beter gaat. Ja, dat is leuk. En je ziet ook qua methodische stappen ook dat we daarin elke dag een stapje verder gaan. Je begint met de vier voorwaarts. Nou, vandaag de twee middenvelders erbij. Morgen de achterhoede erbij. Nou, zo moet het tot één geheel moet het smelten. En dat is natuurlijk hartstikke mooi als je dat proces ziet. Ja, zoals jij nu omschrijft, met hoog druk zetten en veel vrijheid voor spelers aan de bal. Dat klinkt als attractief voetbal. Zou je het ook zo willen samenvatten? Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Kijk, je weet, bij Ajax moet je winnen. En het liefst ook met attractief voetbal. En ik vind ook dat we daar de spelers voor hebben. Natuurlijk, we weten ook dat we nog op zoek zijn naar een aantal versterkingen. Dat is duidelijk. Maar het is ook voor mij heel duidelijk dat in deze groep ook veel creativiteit zit. Dat er discipline zit op de manier waarop we willen spelen. Dus ik denk dat we dat heel mooi bij elkaar kunnen brengen om succesvol te zijn. Hoe beleef jij dat als trainer? De zoektocht van de club, daar ben jij natuurlijk ook bij betrokken, naar nieuwe spelers. Ja, dat volg je natuurlijk op de voet. Hè. Sven is hier ook in de trainingskamp aanwezig, dus je hebt daar dagelijks contact over. Als trainer wil je ze natuurlijk zo snel mogelijk je groep compleet hebben, dat weten we. Maar we weten ook dat het iets minder makkelijk gaat als in de voorgaande jaren, het aantrekken van spelers. Nou, daar weten we ook de redenen voor. En wij hebben wel heel duidelijk met elkaar afgesproken dat we echt gewoon voor de spelers willen gaan die nummer 1 op onze lijst staan. Nou, dan kan het ook hier en daar nog wat langer duren, omdat er wat concurrentie is. Pas als die het echt niet wordt, willen we pas doorschakelen naar de nummer 2. Dus het zou ook best kunnen zijn dat het allemaal nog wat langer duurt. Hè? Dat het misschien pas een aantal spelers komt als de competitie al begonnen is. Maar dan hebben we wel de spelers die we echt willen hebben. Dus daar zijn we constant mee bezig. Voeren we veel gesprekken over. Maar je bent ook in een aantal situaties gewoon echt afhankelijk van een aantal partijen. Heb je dan inderdaad liever wat langer wachten tot die echt juiste speler komt, dan maar overhaaste beslissingen nemen omdat de competitie voor de deur staat? Ja, nou ja, liever dat eerste. Omdat de competitie is lang. En kijk, laten we wel zijn, we moeten echt wel 1 of 2 spelers hebben voordat de competitie gaat starten. Met name achterin. Maar als een aantal posities dan toch iets langer duurt, waardoor je gewoon echt de kwaliteit hebt die je wilt. Duurt 34 wedstrijden, de bekercompetitie heb je, je hebt de Europa Cup. Dus ja, dan desnoods maar iets langer dat we de juiste spelers hebben. Zo zitten er wel met z'n allen in. Sommige fans, hè, dat zijn de emoties, die zijn wel eens ongeduldig.
Ja, maar dat snap ik. Hoe is dat voor de trainer? Nou, ik ben ook ongeduldig, omdat je zo snel mogelijk natuurlijk met een elftal wil gaan starten waar je hoopt succesvol mee te zijn. Aan de andere kant weet ik ook de redenen waarom het wat langer duurt en heb ik er alle vertrouwen in dat het goed komt. Wat stemt je positief vooral deze week? Wat schiet eruit? Wat verbaast je misschien in positieve zin? Nou, verbazen niks, maar ik vind de teamspirit vind ik wel heel goed. Er wordt goed en hard getraind, er wordt ook gelachen met elkaar, wat in mijn werkwijze ook belangrijk is. Goed en hard trainen, duidelijk afspraken met elkaar maken, maar buiten dat ook gewoon veel plezier met elkaar hebben. En dat zie je wel en je merkt ook wel in heel veel gesprekken, ook met name met de jonge jongens, dat ze zich willen revancheren van het voorgaande jaar. En dat zie je wel er vanaf, ja. Als ik er wat uitpik, een Mika Gods bijvoorbeeld of een Branko van der Bomen, noem ik dan twee namen die jou ook heel erg positief stemmen? Zeker. Branko die ken ik al veel langer. Die ben ik heel even te oog verloren omdat hij naar Frankrijk ging. Maar die brengt bravoure in het elftal, voetballend vermogen. Die is ook de goede middenleeftijd, waarvan ik vind dat we daar ook nog een aantal jongens van bij mogen hebben. Is enthousiast, wil hard trainen en je ziet dat zijn aanwezigheid ook positief uitvalt voor de andere jongens. Ja, Mika is een hele talentvolle speler die aan de deur rammelt, die een minuut al heeft gemaakt en die waarvan ik wel heel veel verwachtingen heb het komende jaar. Wat wil je meer zien in deze groep? Wat komt die groep tekort? Ik hoor wel eens wat geluiden over dat er misschien wat meer gecoacht zou kunnen worden in de breedte. Ja, maar dat heeft ook met leeftijd te maken. Dus wat kom je tekort in deze groep? Je komt ervaring tekort in deze groep. Leiderstypes nog steeds vind ik wel. Hè. Een aantal jongens wordt denk ik nog beter als er om hun heen wat ervaren leiders aanwezig zijn. Dat is wel wat je mist in deze groep. En daar heb ik ook alle hoop in dat die snel zullen komen. Miste hij dat bijvoorbeeld ook in de eerste helft in een oefenwedstrijd tegen die Duitse derde klasse? Ja, dan mis je duidelijke aansturing. Hè. Dan is eigenlijk Davy de enige ervaren speler die daar dan tussen loopt. En dan zie je het verschil met de tweede helft. Alhoewel ik ook vond dat, ik ben daar ook intern wel kritisch over geweest, dat gewoon in totaliteit gewoon niet goed genoeg was die eerste helft. Want daar staan wel jonge jongens in, maar die moeten ook over twee weken uit naar Groningen. Dus dan die moeten beter presteren als dat we nu gezien hebben. Maar ja, als je daar dan ook een aantal ervaren krachten in hebt in beide helften, ja, dat maakt het natuurlijk wel een stuk makkelijker, zeker ook voor die jonge gasten. Wat interessant hè, ook de komende tijd, met inderdaad die speelwijze, maar ook wat er allemaal nog gaat gebeuren op de transfermarkt. Leuk dan toch, zo'n voetbalwereld? Nee, dat, je weet niet wat er komen gaat. Leuk, hectisch. Misschien voor jullie iets leuker dan voor mij, omdat ik eigenlijk al, het liefst nu had gewerkt met de groep waar ik mee wil werken. Maar dat is ook wel de dynamiek in een voetbalclub en dat heeft soms ook zijn charmes. Maar uiteindelijk is het dan vooral leuk als de juiste mensen komen en je gaat resultaat boeken. Dan weet je waar je het allemaal voor gedaan hebt. Ja, maar je slaat nog niet met je vuist op tafel. Nee, dat heeft ook helemaal geen nut, omdat we van de voorkant al heel duidelijk hebben aangegeven, oké, er moeten eerst spelers weg voordat we iets kunnen. De spelers die we hebben, dat is voor ons heel duidelijk, welke posities, welke namen, welke spelers, nou, dat loopt allemaal. Dus dat heeft ook helemaal geen nut om op tafel te slaan, want ja, wat krijg je dan als antwoord? Ja, dan moeten we voor nummer 2 of 3 op de lijst gaan, terwijl we echt voor nummer 1 willen. Dus nee, we zitten wat dat betreft op één lijn. Een trainer is altijd iets ongeduldiger, dat is logisch. Dat heb ik in het verleden altijd meegemaakt. Hè. Dat schurkt altijd een beetje tegen elkaar aan. Maar nogmaals, ik heb er alle vertrouwen in dat wij dadelijk gewoon een prima elftal hebben. Op naar mooie weken. Zeker. En een beetje zon. Ja, nou, dat zou niet gek zijn. Een klein beetje zon hier, want het is wat dat betreft dramatisch het weer.